Van harte welkom bij Drimmelen Actueel, de wekelijkse nieuwsrubriek van Omroep Drimmelen. Iedere week brengen wij u korte nieuwsflitsen van lopende activiteiten van en voor Drimmelen en omgeving. Vanwege het slechte weer heeft de DVO Made helaas moeten besluiten om de motocross dit jaar niet door te laten gaan. De organisatie baalt hier enorm van. Door de slechte conditie van het terrein kan er niet veilig geraced worden. Volgend jaar hopen ze het wel door te kunnen laten gaan. 23 oktober is GJ Infra gestart met de opbreekwerkzaamheden aan de Vinkelaan in Maden. Om de werkzaamheden zo veilig mogelijk te kunnen uitvoeren, wordt er gevraagd om voertuigen buiten de werkvakken te plaatsen. Daarnaast komt er een omleidingsroute die te volgen is via de letters K en E. Mommers Outdoor en Sport, Madense Boys, Flying Devils, Outdoor Pact en de Kaasboerderij het Bos zijn alleen te bereiken via de Scheerbiestraat. De beleefmiddag Iedereen Doet Mee van afgelopen zaterdag 28 oktober werd een zeer inspirerende middag voor jong en oud. De gemeente organiseerde dit samen met verschillende lokale partners en inwoners met zichtbare en onzichtbare beperkingen en of uitdagingen. Iedereen doet mee in Drimmelen, geeft wethouder Harry Bakker aan. In Drimmelen vinden we het belangrijk dat iedereen die dat wil op een gelijkwaardige manier mee kan doen aan het lokale leven. Maar dat is helaas niet voor iedereen vanzelfsprekend. Tijdens de beleefmiddag is er geprobeerd om de bezoekers op een leuke en inspirerende manier kennis te laten maken met de wereld van de deelnemers en de uitdagingen waar ze in het dagelijks leven mee te maken hebben en krijgen. Een leuke, leerzame en inspirerende middag met leuke workshops, gezellig samen op de duo-fiets, voetbalwedstrijdjes, geblinddoekte uitdagingen, lekkere hapjes, gezellige muziek, lettersoep en nog veel meer dat aan bod kwam. Van 7 tot en met 12 november wordt de Poppies-actieweek georganiseerd met als doel minimaal 15.000 euro in te zamelen voor de strijd tegen kanker. Op woensdag 8 november om 11 uur geven de vijf burgemeesters van onze regio het startschot voor deze actieweek. Ze nodigen je van harte uit om bij deze feestelijke opening aanwezig te zijn. De actieweek wordt afgesloten tijdens het jubileumconcert van Zanggroep Cadans in de Bussel in Oosterhout op 11 en 12 november. Het Nationaal Fonds tegen Kanker zal alle donaties verdubbelen met een maximumbedrag van 10.000 euro. Ze kunnen het niet alleen en daarom vragen ze alle gasten, vrijwilligers en ondernemers uit de regio om ons te helpen. Hoe kun je meedoen? Bedenk welke actie jij gaat voeren. Op de online actiepagina kun je heel eenvoudig zelf een actie aanmaken. Alles is mogelijk en alle donaties lopen centraal via de actiepagina van Poppies. Kijk voor meer informatie en het bestellen van de entreekaartjes op de site van Poppies. Hun Centrum voor Leven met en na kanker is volledig afhankelijk van fondsenwerving. Ze ontvangen geen subsidie, alleen de salarissen van de coördinatoren worden door KWF gesponsord. Er is dus geld nodig om hun activiteiten te kunnen voortzetten en uitbreiden. 11, 11 staat weer voor de deur. De schraansers uit Ter Heiden trappen af op zaterdag 11 november. Zoals vorig jaar is dit met de onthulling van de Jeugdraad, de Grote Raad en de Prins, en daarna festivallaaf met verschillende deelnemers en liedjes. Verder organiseren ze op zaterdag 20 januari 2024 het Jeugdprinsengeburenbal. Dit betekent dat in Ter Heiden bij de koer alle jeugdraden uit de omgeving Breda naar Ter Heiden komen om te feesten. De volwassenraden zijn hierbij niet aanwezig. Ben je tussen de 6 en 24 jaar en heeft jouw broer, zus of een van je ouders extra hulp nodig? Je doet dan vaak meer klusjes dan andere leeftijdsgenoten of je maakt je soms zorgen. Voor jou is dit misschien heel normaal en doe je dit met liefde. Toch is het heel belangrijk en wil SWO je bedanken voor wat je doet met de cadeaubon ter waarde van 25 euro. Je kunt deze ophalen samen met je familie. Op woensdag 29 november tussen 3 en 8 uur. De SWO zorgt voor een lekkere snack en een feestelijke stemming. De locatie: SWO, het vierendeel 6 in Maden. Let op: je moet wel aangemeld zijn als jonge mantelzorger bij SWO voor maandag 27 november aanstaande. Aanmelden kan via info at Van 30 oktober tot en met 5 november is het Nationale Klimaatweek. In deze week wordt extra aandacht gevraagd voor klimaatverandering en duurzame en klimaatbewuste initiatieven. De gemeente Drimmelen doet hieraan mee. Zwerfafval zorgt voor veel ergernis, het trekt ongedierte aan en is bovendien slecht voor de natuur, dieren en de mens. Het kan namelijk de bodem vervuilen en dieren eten het op of raken erin verstrikt. Tijdens de Nationale Klimaatweek vragen onze zappers WhatsApp Drimmelen extra aandacht voor het klimaat. Kijk op site, de site van de gemeente onder het kopje Klimaatweek voor tips hoe we samen zwerfafval tegen kunnen gaan. Heeft u een laag inkomen en extra zorgkosten door uw ziekte of beperking? De gemeente Drimmelen heeft daar een speciale tegemoetkoming voor. Deze tegemoetkoming heet de Maatwerkvoorziening Financiële Tegemoetkoming voor Chronisch Zieken. Met de tegemoetkoming kunt u deze extra kosten compenseren. Het bedrag dat u krijgt hangt af van uw inkomen. Aanvragen kan tot 1 december 2023. Bel met het Sociaal Loket en ze helpen u graag verder op het telefoonnummer 140162 van de Gemeente Drimmelen. Meer informatie over de tegemoetkoming is ook te vinden op drimmelen.nl/nieuwsoverzicht. Dit was weer Drimmelen Actueel. Na deze uitzending staat een aantal andere interessante onderwerpen voor u klaar. U kunt ons ook volgen op de social media van Omroep Drimmelen en wij zijn ook te volgen op maandag en dinsdag om half elf en half twaalf op de radio van Omroep Drimmelen. Graag zien we u volgende week weer terug bij Drimmelen Actueel. Tot dan.